Tijdens een christelijke ondernemersmiddag in Soleil, en dat is aan de Anton Drachtenweg, hebben ruim 50 ondernemers met elkaar kunnen netwerken. Ook hebben ze deelgenomen aan diverse workshops. Het initiatief voor deze ondernemersdag is genomen door het consultancybedrijf Tepto Group. Winston Wilson, een van de initiatiefnemers, vertelt dat de ondernemers zelf het verzoek deden voor deze meeting. Hij merkt op dat de vraag naar begeleiding heel groot is. Wilson geeft aan dat ook niet-christenen toegang hebben tot deze bijeenkomsten. Het initiatief is daar begonnen, maar de bedoeling is dat het open staat voor alle ondernemers en alle jonge leiders. Want we hebben allemaal dezelfde uitdagingen, dezelfde vertrekpunten. We behandelen dan drie workshops. De ene workshop is strategische evaluatie in crisistijd. Dat is heel belangrijk voor je organisatie om te kijken hoe je ervoor staat, hoe gezond is mijn bedrijf en hoe verder. De tweede workshop gaat over money management. Budgetteren en goed je financiële zaken op orde hebben binnen je bedrijf. En de derde workshop gaat over hoe zichtbaar is je bedrijf. Dus marketing en sales. Wat ga je doen in de crisistijd? Ga je besparen op marketing en sales? Of ga je juist investeren in marketing en sales om je bedrijf zichtbaarder te maken? Dat zijn allemaal uitdagingen waar allerlei bedrijven mee te maken krijgen. Maar het is niet alleen voor bedrijven. Je kan er ook in een project mee te maken krijgen. Ook binnen een instituut of een afdeling. Aldus Winston Wilson, de ondernemer Leo Sampai, zegt ontzettend blij te zijn met de bijeenkomst. Sampai zit in de horeca en doet aan landbouw. Een moment voor mij om te leren, weet je, om te laten onderrichten. Dus ik vind dat heel belangrijk, want dat heb je altijd nodig om meer kennis te hebben van waarmee je bezig bent. U bent een ondernemer? Ja, ik ben ondernemer. En waarmee houdt u zich bezig? Mijn bedrijf is Escol, partner voor Interland Development in Suriname. En ik hou me bezig. Op dit moment ben ik in de horeca en daarnaast ben ik ook in de landbouw, dus verwerking. Denkt u dat dit bijdraagt aan waarmee u bezig bent? Ja, zeker. Anders was ik niet gekomen. Ja. Ja. Oké, hoe heeft u het tot nu toe ervaren? Misschien kunt u even gewoon aangeven. Heel leerrijk. Heel leerrijk heb ik het tot nu toe ervaren, ja. Dat is dus de ondernemer Leo Sampai die vandaag heeft deelgenomen aan de Christelijke Ondernemersdag, georganiseerd door de Tepto Groep.